zaterdagavond. U kunt geen kant meer op. Zeppen is zinloos. Dit is Kopspijkers. Hier is de enige echte Jack Spijkerman. Hartelijk welkom bij Kopspijkers, uw baken van rust in een roerige week. Want ja, er waren bommen bij IKEA. Sinterklaas kwam en ging, lijsttrekkers verdwijnen. Rotterdam zat met een stroomstoring. En nu hebben wij één probleem. Wij nemen dit programma op zaterdagmiddag op. We zenden dit uit, dus nu is het thuis ongeveer 7:55. Er kan al wel weer van alles gebeurd zijn. Raterbond kan ondertussen wel lijsttrekker van de Partij van de Arbeid geworden zijn. Winnie de Jong kan wel bondscoach geworden zijn. En mocht u nou in deze uitzending belangrijk nieuws over Patricia Pai missen, dan is Patricia Pai opeens baas van Nederland 3 geworden en heeft ze het eruit geknipt. Ik weet het ook niet, we zullen wel zien wat u krijgt. We gaan hier in ieder geval beginnen. Laten we beginnen met wat u en ons opviel in de media. Dank voor alle tips, voor alle faxen, e-mails. Het koffertje is weer verloot. Het zijn altijd dezelfde tips. Een heleboel dezelfde, we gaan onderloten. Is gegaan naar Roderick de Koning. Die krijgt het koffertje. Nou, wat viel er dan op? Dat het een beetje vreemde week was. Echt vreemd. Kijk, ik weet echt wel hoe onze premier Balkenende eruit ziet. Maar dit zag ik van de week. Als dit de waarheid zou zijn na 22 januari. Nog zoiets vreemds. Ik weet toch wel degelijk hoe kippen eruit zien. Maar als ze dan in een bepaalde plaats in Nederland last hebben van loslopende kippen, komt er wel een heel wonderlijk verkeersbord. Maar de kip heeft niets te vertellen. Sterker nog, ze worden regelmatig van de sokken gereden. De gemeente plaatste gisteren waarschuwingsborden. Dat is alles. Ook zo is vreemd. In het SBS-autoprogramma Verboden in te rijden komen mensen met een miskoop van de week. Hè. Die hebben dan een foute auto gekocht. En die laten ze dan nog eens nakijken door een deskundige. Maar wat voor deskundige huren ze nou voor een autotest? En van dat vakmanschap is Bert niet overtuigd. Hij besluit een onafhankelijk oordeel over de Mazda te vragen. Motorgedeelte, daar hoor je heel sterk het kleppenmechanisme ratelen. TV-monteur? Zal die wel ontdekt hebben dat er geen afstandsbediening bij zat? Nog zoiets vreemds. In Irak worden al die wapenfabrieken, of worden al die fabrieken bezocht door die wapendeskundigen van de Verenigde Naties om te kijken of ze geen wapens maken. En dan kwamen die onderzoekers in een hele gewone machinefabriek met een directeur die echt niks gedaan had. Weet het journaal het weer beter? Vandaag kregen 3 locaties vlakbij Bagdad onverwacht bezoek van inspectieteams, waaronder een grafietfabriek en een machinefabriek. De VN en de Iraki's zeggen dat de samenwerking gladjes verliep. This company has never worked in something not that. En dan, tot slot. Dan ben je eindelijk aangenomen bij het journaal of verslaggever. En dan mag je eindelijk je eerste onderwerp doen. En dan kom je eindelijk in beeld. Maar dan ben je toch langer in beeld dan je zelf wilde. Let eens op de paniekerige ogen van deze nieuwe verslaggever. Premier Balkenende zei zojuist op de persconferentie het volgende over het akkoord. Maar de grootste winnaar is het algemeen belang. Want als we het hebben over de financieel-economische ontwikkeling, de werkgelegenheid, de financiering van pensioen, de positie van Nederland internationaal, dan is het niet alleen het belang van werkgevers of werknemers of kabinet, dat is in het belang van iedereen. Om te komen tot een versterking van onze positie, zouden alle partijen verantwoordelijkheid willen nemen. En daarom zijn we vandaag hier en hebben we gezamenlijk vanuit onderscheiden verantwoordelijkheden wel dezelfde conclusies kunnen trekken. En dat is iets waar we in ieder geval vandaag blij mee mogen zijn. Nou, premier Balkenende. Ja. Premier Balkenende noemt het een uniek akkoord. Verschrikkelijk als je dat overkomt. Goed, straks nog veel meer vreemde momenten bij het spel en in de Gouden Ezel. Tot zover wat u en ons opviel in de media. Het werd al bijna een traditie. Op 30 december Lebbes en Jansen met een oudejaarsconferentie. Op 31 december Joep van Dijk met een oudejaarsconferentie. En dan op 1 januari Freek de Jonge met een nieuwjaarsconferentie. De try-outs waren al bezig. De theaters waren geboekt. De opnamedatum was gepland. De naam van de voorstelling was de bedreiging. Maar toen viel het kabinet. En dan denk je, stof genoeg. En toen, Freek, zegde jij je nieuwjaarsconferentie af. Ja, ik dacht op dat moment,
Het is eigenlijk merkwaardig om midden in een bepaalde ontwikkeling van de politiek in Nederland opeens te zeggen, nu houden we nu op. Bij Wim Kan was het altijd zo dat, dat je dan in die periode viel dan het kabinet. En daar moest hij dan in een week of zo zijn hele programma op omgooien. Nou, wij hebben nu mooi, kunnen we de hele verkiezingscampagne meenemen. En dan de 21ste, een kwartier na het lijsttrekkersdebat, gaan we er dus tegenaan. Ja. Maar wat missen wij op 1 januari? Niks. Want je had toch al teksten klaar? Je was al aan het schrijven. Ja, maar die komen nu op 21 januari. Die kun je even goed gebruiken dan? Nou, een deel daarvan. Want je gaat het live doen. Ja. Hoe ga je het aanpakken dan, die avond? Nou, in de zaal waar we het opnemen, of waar het van uitgezonden wordt, is een groot scherm waarop we samen met het publiek het debat volgen. Ze hebben dat in Toemlers wel eens gedaan met voetbalwedstrijden. Toemlers voor de niet-Amsterdammers, stand-up comedy café in Amsterdam. Daar kijken ze met z'n allen voetballen. En dan komen er een aantal stand-up comedianten die voorzien het van commentaar. Ik ben blij dat je het even voor me uitlegt. Ja. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Nou, dank je. Tot zover Freek de Jonge. Dank je wel. Sorry. Graag gedaan. Dus zo zitten we dan met elkaar ernaar te kijken. Ik hoor het publiek natuurlijk honend lachen bij bepaalde momenten. Dat wordt genoteerd. Ik hoop ook nog een redactietje erbij te nemen die mij wijst op bepaalde dingen. En dan heb ik natuurlijk in de conferentie een gedeelte uitgespaard dat geactualiseerd kan worden. Je hebt de geplande voorstellingen niet afgezegd. Je staat nu nog steeds voorstellingen te doen in, en nou moet ik even, Pepsi Stage in Amsterdam. Ja. Waar is dat in godsnaam? Ja, behalve dat het een verschrikkelijke naam is, is het ook een verschrikkelijke plek. Zal een aanbeveling om te komen. Maar er gaan heel veel mensen met erg veel plezier één keer in de 14 dagen en ook wel eens door de week zijn. Want het is echt achter de arena. Bij de arena? In Amsterdam. Daar is een theater? Ja, het is vrij makkelijk. Het is recht tegenover Prenatal. Dus, nou ja, dat weten alle aanstaande moeders in Amsterdam. Als je precies wil weten waar het is en hoe je daar aan moet komen op onze site, kun je daar alle informatie over vinden. Nou hoeven we niet helemaal te wachten tot 21 januari, want je bent tegenwoordig iedere vrijdagavond om 8 uur op televisie. 5 minuten lang op Nederland 3 bespreek je de actuele politiek. In het programma De Stemming van de Week heet het. Ja. Ik wil even een stukje laten zien van vorige week vrijdag. Je kwam een toneel oplopen, je telefoon ging en toen had je Paul Roosmuller aan de telefoon. Ja, gebeurt tijdens de show, wordt er gebeld. Ja, en Paul Roosmuller die belde eigenlijk omdat hij het adres wilde hebben van Center Parks. Ja. Maar toen, daarna, ontspon het gesprek zich als volgt. Nou, je was wel de enige die tegen Fortuin... Je bent de enige die er tegen ingegaan is. Nou, dat heb je wel geweten. Ja, ja, bedreigd, hè? Ja, ja, ja. Dan weet je eens wat het is om milieu te zijn, hè? Ja. 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 Voor je gezin ook. En, wat? Gisteren weer? Bedreigd? Vertel. Wat? Op het dak? Ja? Paardenhoeven op het dak? Oh, dat klinkt serieus, zeg. Nee, maar goed, dat iemand nog met een auto het dak op gaat, kun je je voorstellen, maar met een paard, dat is serieus. Ja, ja. En er zat een allochtoon klem in de schoorsteen. Oh. Nee, maar dat lijkt me voor je gezin verschrikkelijk, hè? Ja. 2 schoenen weg. Ah. Oh. Ja, ja. Ja, dit gaat door tot 21 januari. Ja, die 5 minuten. Ik ben nu bezig met te bellen met Ayaan Hirsi Ali. En dat wordt volgende week vrijdag uitgezonden. Oké, dus tot 21 januari, vrijdagavond om 8 uur. 5 minuten lang de politieke actualiteit van Freek de Jonge. En voor de rest kun je dus naar Amsterdam om de huidige voorstelling te zien. Je gaat er niet weg, want je gaat straks ook nog optreden. Echt waar. Tot zover Freek de Jonge. Vandaag 2 politieke. Zijn ze afgestudeerd. Zij algemene sociale wetenschappen met als specialisatie criminologie. Zij gezondheidswetenschappen en gepromoveerd in de epidemiologie.
Ja? Ja, beide zijn ze in 1998 de Tweede Kamer ingekomen. Beide aan de linkerkant. Zij bij GroenLinks en zij bij de SP. Femke Halsema en Agnes Kant. Dames, welkom. We gaan het niet over de politiek hebben. Laten we nou leuk gaan kijken naar al die wonderlijke fragmenten die deze week weer voorbij kwamen op de televisie. Zo zagen wij vorige week zaterdag, aansluitend op dit programma, een reclame voor dat nationale postbedrijf van ons. Laten we even een klein stukje van die reclame kijken. Ja, ik zet hem even stil, want hierna komt er uit het gat nog iets. Nou wil ik weten wat eruit kwam. Kwam eruit een handje met een bordje waarop ze stond dat ze ondanks hun miljarden winst toch boos zijn dat ze hun posttarieven niet mogen verhogen? Of kwam eruit een bordje met de mededeling dat ze het zo druk hebben dat je in de maand december maar je post op het postkantoor moet komen ophalen? Die. Dacht jij al voor? Ja. Of zijn ze, net als met het bezorgen van de post, weer eens een poosje te laat en proberen ze alsnog mee te doen met de actie Kopspijkers in beeld. Dus dan komt een bordje Kopspijkers. Nou, jij zegt ik houd op de tweede. Dat je zelf moet komen. Ja, dat denk ik. Ja. Nou, laat maar kijken. En dan komen die miljarden. Let op. Het is leuk bedacht, maar die actie was al afgeschaft, Wil. Ja, dames, dat is niet slaan. Nou ja, ik heb genoeg fragmenten. Dat is een opluchting. Ja, dat is een opluchting. Maar joh, spelletjes op tv. Lingo, daar komen soms wonderlijke woorden langs. 10-2. Hoe wil je beleggen? Ja, nu? Herfstkaas. Herfstkaas. Ja! Hebben jullie ooit van herfstkaas gehoord? Bij deze? Ja, bij deze. Ja. We hebben het opgezocht in het woordboek. Het bestaat ook helemaal niet. Nee. Maar goed, nu deze. We gaan weer kijken naar het 10-letterwoord. Die meneer weet hem. Die meneer weet hem. Wie het dichtst bij het antwoord van die meneer zit, die mag slaan. Het is dus een woord met een H en nog een H. Nou, een 10-letterwoord met een H. Jongens, even rare woorden mogen. Halleluja. Halleluja. Hallelujas maken we er dan van. Ja, graag. Oké. Okay. Huishouden past. Huishouden past. Nou, laten we maar even kijken waar die meneer mee komt. 10-2. Radarboten. Ik vind tot aan we mogen slaan. Ik vind dat jullie allebei heel dichtbij waren. Jij eerst? Oh, ja. Jij eerst? Ja, ik zet hem recht. Ik zet hem recht, anders krijg je problemen. Strakjes. Dankjewel. Jij. Ja, doe bij jou ook wel. Ja. Raterband. Even een moment van een eventuele aanstaande collega van jullie, Emiel Raterband. Ik hoorde hem dit zeggen van de week bij Studio 2. Of Raterband, die is dus nu gewoon, en ik probeer gewoon nu echt mijn best te doen om serieus over te komen. Hij wil serieus overkomen. Hij doet ook geen tjaka meer, is me opgevallen. Maar diezelfde avond was hij op V8 te zien in het programma De Boertjes. Wij horen toch wel vaak dat ons programma te fel over seks gaat. Ja, dat zijn die twee broertjes. Nou valt het woord seks, maar hij wil serieus overkomen. Nou, als je één maand geleden Raterband woord seks, nou dan ging die los, hè? Maar nu, komt hij nu A, met een serieus standpunt van Leefbaar Nederland ten aanzien van normen en waarden, dus ook qua seks? Of komt nou opeens weer de primitieve holbewoner Emiel Raterband naar buiten? Ja. Omdat het woord seks valt. Ik denk het laatste. Jij denkt het laatste? Nou, dan denk ik het eerste. Je mag ook het laatste denken, hoor. Je mag ook het... Nee, ik denk dat hij iets over de doodstraf zegt. Dat hij nu iets over de doodstraf zegt. Jij denkt het woord seks valt en hij gaat weer helemaal los. Ja, denk het wel. Luister. Dat ons programma te veel over seks gaat. En dan willen we dus eigenlijk een beetje... Ik kan niet genoeg over seks gaan. Ik kan niet gewoon een lekkere grote zieke, vochtige vagina's. Een clitoris waar je aan kan zitten, gewoon. De rest van zijn seksleven zal ik jullie besparen. Maar laten we nog even het eind van dit programma zien hoe de serieuze Emiel Raterband zo'n programma afsluit.
De broertjes halen wel, moet ik wel zeggen, het beestachtige wel helemaal uit mij. Ja. Jij mag slaan. Of zeg je van nou, van Ratenbond hoef ik dat niet. Ja, wel, nee, maar ja, je mag slaan. Ja, dat is goed. Pas gek, word je agressief. Dus ja, dat denk ik. Even uit, hè? Kom op. Ja, nee, heb ik gezien. Ja. Willebrod Frequin. Ja, we dalen echt af in de kelders van de Nederlandse televisie, hoor. Willebrod is op bezoek bij een meneer met een eetstoornis. Die man is wanhopig. Die heeft er echt last van. Hij wordt ook gepest. Hij is ook bang dat hij doodgaat. Maar ja, je weet, Willebrod neemt het op voor de zieken en de zwakken in onze samenleving. Dus Willebrod gaat op bezoek. Hij heeft een onbedwingbare behoefte om te eten en kan eenvoudigweg niet stoppen met eten. Als hij niet geholpen wordt, eet hij zichzelf letterlijk dood. Maar waarom val je dan niet af als je wacht? Ja, het gaat niet. Ik heb een eetziekte. Ik heb een eetstoornis. Je hebt een eetstoornis? Ja. Je vreet alles op? Ja, ik krijg... Gebak? Ja. Worsten? Als het in huis is, pak ik het. Ja. Nou wil ik weten, wat gaat Willebrod nu doen? Gaat hij A, bemoedigend toespreken, zegt hij, joh, het komt allemaal goed, ik ga je helpen, het komt helemaal goed. Of B, in een vlaag van verstandsbewijstering begint Willebrod hem uit te schelden. Of C, voor het eerst weet Willebrod niet wat hij zeggen moet. Een uniek moment in de Nederlandse geschiedenis. Wat denk je? Wij zeiden, hiermee vergeleken ziet die man er nog goed uit, zo naast Willebrod. Nee, ik denk dat hij vindt dat hij die man eens even moet opvoeden. Juist. Ja. Wat denk jij wat hij gaat doen? Ik weet het niet. Ja, fatsoen heeft hij niet, dus... Maar misschien weet hij het gewoon even niet. Jij zegt, hij weet het niet. En jij zegt, nou, hij gaat ons geld ook. Laten we kijken. Je bent eens voor dus. Ja. Je vreet alles op. Ja, ik krijg... Gebak. Ja. Als worsten? Als het in huis is, pak ik het. Je bent een varken. Ja, precies. Je zit er niet alleen in huis een varken, maar je bent het ook. Ja. Ja, je hebt gelijk. Ik wou dat ik geen gelijk had. Ja, je hebt gelijk. Je mag slaan. Ja, ik zal maar raak slaan. Ja, ik zal maar raak slaan dan. Ja, mooi! Op televisie gebeurt er wel eens iets wat niet de bedoeling is dat wij dat zien. Bijvoorbeeld in het programma Beauty en zo gebeurde dit. Kijk. Okay, daarachter staat een man en dan zegt ze nu, je staat in beeld! Bukken! Ga nou, je staat in beeld man, je staat bukken! Zie je het? Zie je het? Nou, dat gebeurt soms op televisie. Nou is dit een moment uit het programma, het volgende. Een moment uit het programma Borivage van Bo van Erfendorens. Wat is er hier in beeld wat er niet hoort? Behalve Bo. Wat denk je wat er hier in beeld is wat er niet hoort? Ja. Het gordijn had dichtgemoeten. Jij denkt dat het gordijn had dichtgemoeten? Ja. Wat denk jij? De microfoon achter zijn hoofd. Ik zou meegaan met haar, die microfoon. Hé. Hey. Nou, inderdaad, die microfoon hoort er niet bij. Let maar op wat er gebeurt. Maar... Kijk. Goed, ja, goed, ja, ja. Allebei. Allebei, jij eerst. 1, 2. Oh. En bij allebei de vonken eraf. We staan nog steeds. Kom, joh. Even, ik zet hem bij jou ook recht, hoor. Oké, we gaan naar de grote hamers. Dames, we gaan grote hamers pakken. Hier, kijk eens. Die en die. Oké. Ja, dat is een zware. Die haal ik weg. Let op. In China is voor het eerst aandacht voor aids. Heel lang hebben ze dat ontkend in China dat het er is. Het is er wel degelijk. Daar hebben ze voor het eerst aandacht voor. En dit zag ik in het journaal. Muziek, dans en liederen over aids. Het is nauwelijks nog voor te stellen dat de ziekte tot voor kort onbespreekbaar was. Voor de start van de campagne werd zelfs de grote hal van het volk gebruikt. Het gebouw waar ook de grote partijcongressen worden gehouden. Hulpverleners reizen naar alle uithoeken van China om voorlichting te gaan geven. Ja, je hoort, hulpverleners reizen naar alle uithoeken van China om voorlichting te geven. Nou is China een groot land. Nou wil ik weten, hoe lang zal het ongeveer duren voordat die hulpverleners ook echt aan de grens gekomen zijn van China? Is dat een kwestie van weken? Of van jaren? Maanden. Ik denk dat ze lopen en dan doen ze er jaren over. Ik zou meegaan. Ik zou
ik zeggen jaren. Nou, vooruit. Ik denk dat ze... Ik vind het zo leuk als ze allebei slaan. Misschien op de fiets. Is ook nog jaren, denk ik. Ja, denk ook. Laten we even kijken hoe de hulpverleners naar alle uithoeken van het land gaan. Voor de start van de campagne werd zelfs de grote hal van het volk gebruikt. Het gebouw waar ook de grote partijcongressen worden gehouden. Hulpverleners reizen naar alle uithoeken van China om voorlichting te gaan geven. Je gaat op de fiets. Jullie mogen allebei slaan. Nou, oké, okay, dames. Oké, okay. Wie gaat er eerst? Wie gaat er eerst? Wie hebben er op de ogenblik meer? Jullie, hè? Agnes. Ja, jullie staan op 22-23. Mag jij eerst en dan ga je inhalen. Komt. Oh, jee, en hard. Dat kan je toch niet meer hard. Ja, hard, joh. Wat ging er shit. Dat is 4 zetels eraf. Nou. Oh jee, ik kan er niet zoveel kwijt. Ja, probeer. Nee, jij kan er niet zoveel. Ja. Ja, ja, ja. Eerlijk is eerlijk. Eerlijk. Femke. De grootdamer, Femke Halsema, Agnes Kant. Dankjewel. Dank voor jullie komst. Ja. Het gaat weer vriezen, hè? Dit hebben we gelezen natuurlijk. Weermannen, snel, ijspret. Nou, dat lijkt mij heel erg leuk. En dus wil ik de allereerste zijn die dit jaar de vraag stelt. De vraag die iedere journalist de komende maanden gaat stellen. Ik ben nou lekker de eerste. Marnix Koolhaas, welkom. Gaat de Elfstedentocht door dit jaar? Ik vind het erg als ik er geen direct antwoord op geef. Dat is nog niet bekend. Het mooiste antwoord is van J. van den Berg. Dat is namelijk dat hij elk jaar een jaar dichterbij komt. Dat is ook zo. Marnix Koolhaas, welkom. Jij bent radiomaker, historicus en schaatskenner. Schuif je stoel even bij. Ja. Schaatsen, dat is de nationale cultuur in Nederland. Hè? Dat is een oersport. Vanaf wanneer wordt er vermoedelijk geschaatst al in Nederland? Ja, dat kan je niet echt bewijzen. Maar ik denk dat in deze delta, waar natuurlijk altijd water te vinden was, dat mensen, de allereerste bewoners, geprobeerd zullen hebben om anders dan op klompen over dat ijs een beetje makkelijk vooruit te komen. Ja. Dus dat hebben ze in het begin gedaan op koeienribben. Die hebben ze geslepen. Daar kon je met een paar stokken een beetje handig op vooruit komen. Maar wat voor mij een echt enorme ontwikkeling is geweest in dat schaatsen, is zo rond 1200, 1300, als ze de metalen schaatsen uitvinden. Dan kan je namelijk opzij afzetten. En dan kan je opeens met de snelheid van zo'n 30, 40 kilometer per uur kan je over dat ijs stuiven. Nou, dat moet een waanzinnige sensatie geweest zijn toen mensen dat konden opeens. Er is zelfs een verhaal dat Alfa zijn legers schaatsen heeft laten kopen. Dan hebben we het over de 80-jarige oorlog, hè? Ja, dan zit wel een beetje verder in de geschiedenis. 1500 zoveel, 1567. Die ijscultuur die komt natuurlijk in die 17e eeuw heel erg op. Dan heb je bijvoorbeeld ook die prachtige schilderijen van Hendrik Averkamp met al die winterlandschappen. Ja. Maar dan wordt dat schaatsen ook militair belangrijk. Want die legers van Willem van Oranje, ja, het vroor dat het kraakte in die 17e eeuw, die hadden schaatsen, die soldaten. Er is een prachtig verhaal over het beleg van Haarlem, 1574. Dan hebben ze die stad helemaal omsingeld. En dan weten die soldaten... Soldaten van Willem van Oranje weten tussen die linies door, weten ze die stad toch te bevoorraden. Nou, die Spanjaarden worden helemaal wanhopig. En denkt Alfa, wat zij kunnen, kunnen wij ook. Dus die bestelt 800 paar schaatsen in Friesland. Die Friese schaatsenmakers denken, nou, dat is geen collaboratie, die kunnen we best leveren, want dat loopt toch op niks uit. Ja. Dus die soldaten krijgen die 800 paar schaatsen, binden ze onder, proberen wat die Hollanders ook doen. En ze vliegen natuurlijk alle kanten op, behalve dat ze vooruit komen. Er zijn prachtige verslagen van Spanjaarden die dan brieven naar de koning sturen van, ja, wat we nou gezien hebben bij die Hollanders. Ze zijn bezeten door de duivel. Ze kunnen vliegen over het ijs met hun ijzeren vleugels. Geweldig. Maar wanneer zijn ze dan op het idee gekomen om die Elfstedentocht te gaan rijden? Want dat is, ja, als het gaat vriezen beginnen mensen over de Elfsteden. Wanneer is dat nou voor het eerst gekomen, dat idee? Ja, dat heeft ook te maken met die magie dat je op die schaatsen opeens zo van die enorme afstanden kon afleggen. Je moet je voorstellen in de tijd dat je alleen nog maar kon lopen, dat het snelste wat mensen kenden was een ruiter te paard. Dus als er ijs lag, ja, dan ging je opeens familie bezoeken die heel ver weg woonden. En zo zijn ze in Friesland al. Vanaf de 18e eeuw is bekend dat het een eer was, een prestatietocht, om op één dag die elf steden langs te gaan. En dan ging je naar een herberg, liet je dat aftekenen, kwam je weer in Leeuwarden terug en dan was je een held als je dat briefje kon laten zien. Dat deed iedereen individueel. Toen is Pim Mulier, Pim Mulier mag je ook zeggen. Ik hou gewoon bij Mulier. De vader van de sport in Nederland. Die is een Fries van geboorte. Heeft in Engeland op kostschool gezeten. Leerde daar, zeg maar, de moderne sport kennen. Kwam weer terug naar Nederland.
En heeft toen bedacht, we moeten de massa aan het sporten krijgen. Dus hij heeft toen bedacht, als we nou eens een massatocht, hij heeft ook de avondvierdaagse heeft hij bedacht. Ja. En hij dacht, we moeten ook een grote schaatstocht gaan organiseren. Dat het hele volk lekker kan schaatsen. Nou, ik zie overal gaan kijken, waar zou dat het beste kunnen? Uiteindelijk is hij in Friesland uitgekomen. En hij dacht, ja, die 11 steden, dat is een leuke prestatietocht. Hij heeft hem in 1890 zelf gereden. Prachtig verhaal over geschreven. En uiteindelijk is het toen in 1909 voor het eerst gelukt om die tocht echt georganiseerd, officieel, waar iedereen voor kon inschrijven, te rijden. Er is ook een foto van, hè? Van de... Dit is een... Wat is dit dan? Dit zijn de deelnemers aan die allereerste tocht van 1909. Daar komen ze samen. Deze mannen, het zijn allemaal mannen. Ja, hè? En ook de bestuursleden zitten daar aan tafel. Maar dit waren de eerste deelnemers. Het waren er een stuk of 50. Het zijn er iets minder van start gegaan omdat het dooi weer was. Ja. Maar het leuke is, en dat maakt het ook weer zo nationaal. Wie heeft nou gewonnen die eerste tocht? Ja. Dat was een theologiestudent, Minne Hoekstra. En zijn vader was schaatsenmaker. Kijk, ja, kan het mooier. Dan weten we dat. Ja. Nou heb jij een enorme fascinatie voor gewoon het schaatsen, de Elfstedentocht. Maar die van 1963, dat is voor jou iets heel bijzonders. Vertel, ja, waarom was nou zo bijzonder? Welke Nederlander je ook vraagt, 1963, en er is een soort Pavlov-Reinier-Paping. Dat weten we allemaal. Ja, iedereen weet 1963 dat Reinier-Paping gewonnen. Kijk, als je dat schaatsen als een soort nationale cultuur ziet, als een soort icoon van de Nederlandse geschiedenis, dan is die Elfstedentocht daar het symbool van. En als je dan binnen die Elfstedentochten gaat kijken, is die van 63 eigenlijk de ergste, de afschuwelijkste, vertel, de vreselijkste. Vertel. Nou, waar ik naar op zoek ben, is niet naar het verhaal van Reinier Paping. Dat kent iedereen. Dat is al 100 keer verteld en geschreven van die wedstrijd. Maar er zijn die dag ook 10.000 toerrijders van start gegaan. Ja. Zoals elke keer op die Elfstedentocht. Daarvan hebben er 69 Leeuwarden weer bereikt. Van de 10.000? Van de 10.000 zijn er maar 69 aangekomen. Hoe kwam dat dan? Wat was er? Ja, het was zo erbarmelijk weer. En als je het verhaal van Reinier Paping hoort, denk je het was erg. Maar deze jongens, die zijn pas uren later van start gegaan. Toen Paping al gefinished was om 1:05, was het nog licht. Toen zaten de allervoorste, degenen die nog niet uitgevallen waren, ik heb hier het kaartje bij me, die zaten pas hier ergens bij vrouw Buurstermolen. Nou, ja, daarbovenin. Jij bent van Friese afkomst, dus je kent de route. Maar die hebben in het donker geschaatst? Precies, toen werd het donker en het begon te sneeuwen, het begon te stormen. Het werd zo erg dat de vaarten helemaal dichtgesneeuwd waren. Ik heb verhalen gehoord van deelnemers die waren op een gegeven moment op handen en voeten aan het kruipen door de weilanden, omdat ze de vaart kwijt waren. Ik bedoel, het was pikdonker, de sneeuw woei in je gezicht, ze waren bijna allemaal al sneeuwblind geworden. Ze zagen niks. 15, 16 graden. 18 graden, 18 graden onder nul was het toen. Mijn hemel. Maar die 69 zijn doorgegaan. Met een waas in hun hoofd. Maar het gaat heel ver dat ze doorgaan zijn. Want hier, mensen raakten ledematen kwijt. Dit is een afgevroren teen van een van die schaatsers. Maar mensen waren half dood. Ze hadden nog niet die prachtige pakken die we nu hebben. Wat bezielde die mensen toch om door te gaan? Wat bezielde ze? Nou, dat is wat mij ook fascineert. En dan meer als historicus misschien nog dan als sportfanaat. Maar dit waren mensen die allemaal in de jaren 30 waren geboren. Die hadden de crisis meegemaakt. Hun jeugd zat in de oorlog. Ze waren de mensen die de wederopbouw in Nederland hebben bewerkstelligd. Dat waren nog oeroude Hollanders van de mouwen opstropen. Dit gaan we even doen. En waar je begint, dat maak je af. Ja, dat vertellen ze allemaal. Daar kwam het op neer. Jij hebt al die mensen ondervraagd omdat het op 20 januari komt. Er een radiodocumentaire van jou. Heb je heel veel van die mensen gesproken. Al die verschrikkelijke verhalen komen dan langs. We hebben ook nog even wat beelden opgezocht van 1963. Daaraan is toch niet zo te zien dat het zo zwaar was? Want nee, dat is overdag, hè? Dan is het nog licht, ja. Ja, kijk. Door de bouwhoek noordoostwaarts naar Dokkum. Pal tegen de felle wind in, die de toch al slechte en smalle baan vol stuifsneeuw blies. De mannen die Reinier Paping achtervolgden, konden hem niet meer bereiken. Moederziel alleen zwoegde hij door het Friese Noordpoolgebied naar Bartlehem. En terwijl Paping en zijn volgers deze laatste zware kilometers onder de schaatsen wegduwden, landde op de grote wielen bij de Friese hoofdstad een helikopter van de luchtmacht, die daarmee voor wat extra stuifsneeuw zorgde. Het toestel bracht koningin Juliana en prinses Beatrix naar deze bevroren plas, waar zij de finish van de schaatsmarathon van dichtbij hoopten te zien. Maar door de chaotische drukte bij de eindstreep konden ze slechts van verre gadeslaan hoe Reinier Paping na een solo-rit van 100 kilometer als winnaar over de streep kwam.
Ja, er is nog paniek geweest hè, aan de finish, want het ijs dreigde te breken. Ja, er heeft bijna een totale nationale ramp daar plaatsgevonden. Want die 10.000 mensen kwamen het ijs op, inclusief de koningin, inclusief Beatrix. En die zijn er bijna doorheen. Op deze beelden is dus niet goed te zien hoe zwaar het geweest is dat er van die 10.000 mensen daar maar 9 zijn. Want ze hebben mensen van het ijs geplukt. Hè. Ze zijn met tractoren door de weilanden gegaan. Zijn die mensen gaan zoeken, mensen hadden visioenen. Dat er geen doden zijn gevallen. Is het de zwaarste geweest van... Het is absoluut de zwaarste. Ja, er zijn anderen die zwaar zijn geweest, maar dit was zo onvoorstelbaar. Zwaar. En eigenlijk pas na die beelden die je zag. Want toen werd het donker, toen begon het te stormen. En toen is het zo verschrikkelijk geworden. Komende week kunnen we weer schaatsen. Jij ook? Ja. Ik moet natuurlijk heel hard werken aan zo'n documentaire. Maar als er ijs ligt, kan ik niet binnen zitten. Dus de schaatsen zijn naar het wet. Dankjewel voor die mooie verhalen. Dankjewel. We gaan weer verder met de Gouden Ezel. Bestemd voor die man of vrouw of instelling die ezelgedrag vertoont. Kun je ons over tippen, faxen, e-mailen. De kandidaten tot nu toe staan hier. Daar kwam vorige week Carolien Tense bij. Die onder die kleine mevrouw van 1,10 meter het muziekje van Kabouter Plop zette. Weet je nou wel? Nou, goed. De volgende kandidaten. De eerste kandidaat, dat is Patricia Pai. Zij vervangt af en toe Albert Verlinde in RTL Boulevard. U weet, Albert Verlinde, dat is een soort wandelende encyclopedie met feitenkennis wat de showbizwereld aangaat. En Patricia mag hem dan vervangen. Nou is zij daar natuurlijk gevraagd vanwege haar feitenkennis, niet vanwege haar uiterlijk. Nou, dat is wel een ander gevraagd. Maar nou weet bijvoorbeeld, iedereen in Nederland weet, de vader van René Vroeger is Bolle Jan. Patricia Pai weet het beter. René Vroeger bijvoorbeeld, die zijn vader, die had een café en die was Mankenelis en die deed dat ook. Dat is allemaal uit die tijd. Mankenelis? Komt ze erbij? En hoe zou ze toch aan die diamanten komen die ze allemaal om heeft? Nou ja, goed. Dat is kandidaat nummer 1. Kandidaat nummer 2. Dat is Patricia Pai. Zij vervangt af en toe in het programma RTL Boulevard Albert Verlinde. Een soort wandelende encyclopedie, feitenkennis, wat showbizwereld aan gaat. Patricia is daar natuurlijk ook gevraagd omdat ze zo'n feitenkennis heeft. Nou weet bijvoorbeeld iedereen dat Paul McCartney nog steeds boos is dat Michael Jackson bijna alle rechten op de muzieknummers ooit van de Beatles ooit heeft gekocht. Patricia niet. Paul McCartney die moet echt nog veel rijker zijn. Dat wou ik net zeggen. Wat die moet hebben, wat die moet bezitten, dat is enorm. Maar ja. En dan nog alle liedjes van Michael Jackson heeft hij ook, Paul McCartney. Dus dat is echt ongelooflijk. Maar... Ja, nee. Paul McCartney heeft niet de rechten van Michael Jackson, andersom. Dus dat is kandidaat nummer 2. Kandidaat nummer 3. Dat is Patricia Pai. Zij vervangt af en toe Albert Verlinde in RTL Boulevard. Albert is een wandelende encyclopedie en Patricia heeft natuurlijk ook bepaalde feitenkennis. Luister naar een onderwerp en dat gaat over Madonna. Die heeft een nieuw huis gekocht in Londen. Maar Madonna heeft, of in Londen, een nieuw huis gekocht in Engeland. Maar Madonna heeft een beetje last van een vliegveld in de buurt. Het huis eindelijk naar haar zin is, wordt de omgeving aangepakt. Madonna biedt 1,1 miljoen euro voor een nabijgelegen vliegveld dat te veel lawaai maakt. Dat er hierdoor 300 mensen zonder werk komen te zitten, dat vindt ze niet erg. Als je bijvoorbeeld in de buurt waar zij een huis heeft gekocht, dat ligt een beetje in de buurt bij de koningin, hè? Nou, daar gaan echte vliegtuigen overheen. En dat zijn natuurlijk dingen wat je niet leuk vindt. Nee. Dat vind ik niet leuk. En kijk, dit vind ik nou een stukje medemenselijkheid. Een stukje milieubewustzijn van Patricia Pai. Die vliegtuigherrie vlak boven je, dat is niet prettig. Maar hoe is Patricia die dag nou precies in die studio in Hilversum gekomen? Nou, we zaten op de redactie, dames en heren. Die is hier vlakbij de studio. En opeens kwam er een helikopter over. Ik doe nu zo, maar dat zie je natuurlijk niet omdat het dak op is. Maar er kwam een helikopter over, die hoorden we overkomen. En dat was jij. Ja. Je bent dus met je helikopter uit België hier naartoe gevlogen. Ja, ik had het vanmorgen heel druk, dus... Nee, een helikopter boven een woonwijk, daar heb je geen last van. Nou, u beslist wie er naar de eindronde gaat. Is dat Patricia Pai over de vader van René Vroeger? Of is dat Patricia Pai over de platen van Paul McCartney in de rechten? Of is het Patricia Pai over Madonna en een helikopter naar de studio? Nou, verrassend. Is het Patricia Pai geworden die mee naar de eindronde gaat.
Afgelopen mei stond hier op het podium achter mij Freek de Jonge met bijna het voltallige Metropoolorkest. Hij deed toen een nummer uit zijn programma Parlando. Dat programma deed hij met het Metropoolorkest. Dat hebben ze uiteindelijk 12 keer gespeeld. En daar is nu een cd van verschenen. En de Volkskrant schreef toen over dat optreden een pareltje op de Nederlandse televisie. Nu is die cd uit, Parlando. En ja, op mijn verzoek komt Freek daar nog een keer een nummer van zingen. Hij wordt nu begeleid door een deel van het Metropoolorkest. Het is Freeks vertaling van Chanson des Vieux Amants van Jacques Brel. Oftewel het lied van de oude geliefde. Freek de Jonge. Verliefdheid is louter begeren van vrouw en man, dus man en vrouw. Roepen om hun twijfel te bezweren. Ik hou van jou, blijf eeuwig trouw. Maar eenmaal goed en wel gehuwd is de verliefdheid snel geluwd. Komt er een eind aan alle dromen. Maar onze droom bestaat nog steeds en onze liefde raakt niet sleet. Mijn lieveling, hoe zou dat komen? Dat komt door jou, mijn muze, motor, minares en vrouw. En een heel klein beetje door mijn hondentrouw. Toch vooral door jou, mijn vrouw, mijn liefste. Het huwelijk kent natuurlijk grenzen, want ieder mens is egoïst. En zelfs verliefden blijken mensen. Want Cupido schiet wel eens mis. Maar wij zitten na 30 jaar als tortelduiven bij elkaar. Ik sta er dagelijks van te kijken. Hoe komt het dat ik jou bemin als in der tijd in het begin. En wij die grens maar niet bereiken. Dat komt door jou, mijn muze, motor, minares en vrouw. En een heel klein beetje door mijn apentrouw. Maar toch vooral door jou, mijn liefste. Hebben wij geleden, maar zonder schuld en zonder spijt. Wij hebben het cliché gemeden, van zelfbeklag en zelfverwijt. Het vrede lot kreeg ons niet klein en hoewel niet zonder pijn, kwamen wij ons verlies te boven. Jij kwam eruit op eigen kracht en ik heb het zo ver gebracht door jouw liefde te geloven. Ik geloof in jou, mijn muze, motor, minares. En vrouw, en een heel klein beetje in mijn leeuwentrouw. Maar toch vooral in jou, liefste.
Rick de Jonge. We gaan deze week het nieuws ook weer doornemen met drie mensen die om wat voor reden ook opdoken in het journaal of in de krant. Allereerst is het hier demissionair minister van Binnenlandse Zaken, de VVD'er Johan Remkes. De lijsttrekker van de VVD, Gerrit Salm. En kakelversen LPF-lijsttrekker Matt Herben. Goed, neemt u plaats. Zo jongens. Heb je nou bij? Gebak, ja. Wat is dat nou? Het is banketstaaf. Ja, dat is nu ineens na Sinterklaas de helft goedkoper. Oh. En ik heb het even, maar ik heb het even lekker warm gemaakt in een pannetje. Er is hier geen magnetron. Ziet jongens, lekker uit, hè? Nou goed, hartelijk welkom. Meneer Remkes, ik wil graag met u beginnen. U kreeg vorige week een seintje van de CIA. Dat Nederlandse tunnels eventueel het doelwit waren van terroristische aanslagen. Ja, over zaken van binnenlandse veiligheid doe ik geen uitspraken. Waarom? My lips are sealed. Ja, maar waarom? Waarom? Anders zie je mijn tanden. Oh ja, dat is inderdaad niet zo fris. Maar het betekent wel dat wij op de hitlijst staan van Al-Qaeda. Dat is heel ernstig, maar aan de andere kant is het ook wel fijn te weten dat er nog één internationale organisatie is die ons land serieus neemt. Auw! Als er maar één iemand die rotschoppen uitdeelt, Gerrit, en dat ben ik. Er is, voor Hans, geen enkele reden voor paniek. Ga maar rustig slapen. De regering waakt. Ja, dank u wel, meneer Zalm. U heeft vorige week gezegd, las ik in de krant, dat u premier wil worden. Ja, en ik ben in de race voor Miss World. Snor is al weg, begin een beetje tientjes te krijgen. En macht erotiseert. Nou, maar, ja, meneer Zalm, u kunt lachen, maar... de VVD staat op 27, 28 zetels, dat schommelt een beetje. Het CDA is ongeveer twee keer zo groot. Er komt niet zoveel bij de VVD, heb ik de indruk. Het gaat niet goed. Nee, ik weet ook niet precies wat er nou precies verkeerd gaat. Ik was vroeger altijd dat vrolijke lachenbekje. Dat eens in de zoveel tijd zijn koffertje boven zijn hoofd had. Ik had een prima imago. En nou is dat volgens de pers opeens geforceerd. Ja? En het is niet geforceerd? Nee. Kijk, ik ben nog steeds die vrolijke lachenbek. Alleen ben ik nou dan opeens onbetrouwbaar. Ja. Is dat niet mijn vulpen? Wou ik je al heel lang teruggeven. Ik al weken kwijt. Als je echt iets wil bereiken, Gerrit, hè, moet je gewoon zeggen dat je het helemaal niet wil. Oh? Net als ik. Ja, zeg maar nee, dan word je premier. Ja, want u bent de nieuwe lijsttrekker, hè? Van de LPF. Je had dat gedacht natuurlijk. Ja. Schitterend natuurlijk. Ja, ja, maar ik ben wel blij dat eindelijk ook in de hoogste regionen van de partij is doorgedrongen dat ik de staatsman ben die de kar moet gaan trekken. Ja, mooi. Maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat ze u juist kiezen omdat u met alle winden meewaait. Ik waar helemaal niet met alle winden mee. Nee? Wel met de frisse wind van Ed Maas. Ja, ja. Ja, maar kan ook heel recalcitrant zijn, hoor. Ja? Als Maas dat vraagt, ja. Ja. Jongens, ik wil even het nieuws van deze week doornemen. Laten we eerst maar dit bericht even doen. De chaos na de afpersing bij IKEA. Er was nogal wat aan de hand, hè? Ja, ik ben niet zo dol op de IKEA. Die dingen die je dan zelf in elkaar moet schroeven. Nee, jij bent natuurlijk meer het type dat de boel lekker in elkaar laat sodemieteren. Ah, weet je wat het is met die IKEA? Er wordt dan gezegd, er is een bom. Ja. De explosief. Ja. Dan ga je op zoek. Ga je naar het magazijn. En wat blijkt? Dan is hij pas over twee weken in een andere vestiging. In een andere groep. Ja. Dan is IKEA. Ja. Mag je nog zelf in elkaar zetten. Ook, ja, maar goed, ik wilde even serieus, meneer Remkes. Het is een hele ernstige zaak. En ik wil daar wel iets over zeggen. Ja. Ik heb pellen. Een wat? Pellen, de linnenkast, pellen. Ja. Ja. Van IKEA is dat. Ik had een keer één rotte tand dan toevallig. Ja. En die had ik met een touwtje zo aan de kastdeur vastgemaakt. Ja. En toen gooide ik die deur dicht en toen flikkerde heel pellen in elkaar. Oh. En toen donderde Billy ook nog een keer op de boekenkast. En toen kreeg ik ook nog Sven in mijn nek. Sven? Dat is de bovenbuurman. Oh. Nou, ik wil even naar iets anders. De onlusten in Antwerpen, aangemoedigd door de Arabische Europese Liga. Een beetje onder leiding van Abu Jaja. Ja, dat is typisch zo'n populistische, demagogische beweging onder een charismatische leider die dingen zegt die dan
iedereen wil horen en waar ze dan allemaal achteraan hollen. Ja. Ja. Nou, wat je gelijk hebt, Johan. Ja, vind ik ook hoor. Dat kan natuurlijk nooit de basis zijn voor een stabiele politieke beweging. Nee, goed. Nou, laten we dan maar snel naar het volgende onderwerp gaan. Nou ja, hebben we ook allemaal gehoord. De grote diamantroof, hè? Ja. Daar ging nou echt mijn hart bij open, hè? Ja? Dat vind ik nou, ja, dat vind ik echt een mooie, stemmige decembermisdaad. Ja. Oh. Ja, daar is over nagedacht. Er is verder niemand een haar gekrenkt. En dan denk ik, ja, dat zullen wel blanken geweest zijn. Ja. Ja. Op 20 meter afstand zaten bewakers met de gordijnen en de Luxeflex dicht televisie te kijken. Ja, als ze de hele dag daar zitten met de gordijnen dicht televisie te kijken, zullen het wel buitenlanders geweest zijn. Die salmen. Wat is dit nou voor een racistische opmerking? Nee, we hebben Ayaan Hirsialië, dus racistisch zijn we niet. Oh nee. Nou, mooi. Goed, maar hieruit blijkt wel. Je kan die bewaking niet overlaten aan particuliere bewakers. En de politie was ook in geen veld of wegen nou, te bekennen. Als ik even mag, de politie heeft het echt heel erg druk. Ja? En daarom hamer ik ook steeds op zelfverantwoordelijkheid nemen. Zelf respect afdwingen, ook bij de jeugd. Ja. Ik heb thuis in mijn tuintje 10 ballen die daar illegaal zijn ingeschoten. Ja. Geen kind durft ze op te halen. Ja. Goed, nou. Ik ben het volledig met de collega Remke eens. Vraag niet wat het land kan doen voor jou. Vraag wat jij kan doen voor het land. Ja. U probeert een beetje als een staatsman over te komen. Oh, u had het wel door. Ja. Ja, ik dacht, ik probeer het een beetje subtiel te doen. Maar gaat wel goed, toch? Als je eerlijk zegt. Eerlijk. Je maakt jezelf volstrekt belachelijk. Zo eerlijk hoeft nou ook weer niet, Johan. Het is een beetje krampachtig. Ja, dat vindt u dus ook, ja. Ja. En nou bent u van de week ook nog gewond geraakt, hè? Ja. Nou, het was eigenlijk zo. Er was een oud vrouwtje dat werd lastiggevallen door 6 van die grote bomen van kerels. En ik dacht van, ja, hier moet hij iets deed. Dus ik dacht, hier moet ingegrepen worden. Moet een rotschop verkocht worden. Dus ik ben ertussen gesprongen. Ja. En er ontstond een handgemeen, vechtpartijen. Ja, daar kom je dan natuurlijk niet zonder kleerscheuren uit. Zij ook niet, maar ik ook niet. Ja, nou ja, ik dacht dat ik iets anders gelezen had. Maar even kijken. Zalm was aanwezig bij het wekelijks bewindspersonenoverleg van de VVD in het ministerie van Binnenlandse Zaken toen hij opeens misselijk werd. Hij rende de gang op in een poging op tijd bij het toilet te komen, maar ging op het gladde tapijt onderuit. Ja, dat maakt de pest er dan weer van. Ja, je wilt te graag, Gerrit. Dan ga je op je bek. Ja meneer Erbe, ik wil eigenlijk naar de beelden van de week. Hè. Ik zag u nogal atletisch, acrobatisch op een olifant klimmen. Oh, ja, ik doe al mijn stunts zelf. Ja. Nou, laten we eens even kijken. Kijk. Ja, hard maar. Oké. Is dat de nieuwe mascotte van de LPF? Ja, dat is de nieuwe mascotte. Ik heb er nog zadelpijn van. Ja, ja maar hij is echt groot. Het is een harde werker. Het is echt een lijfduwer van formaat. Hij is dik en heeft een grijze uitstraling. En als ik denk een olifant, denk ik toch vooral een porseleinkast, Mat? Ja, tette maar aan, heren. Het beest heeft ook een hele dikke huid. Nee, ik vind het echt een heel mooi symbool voor de LPF. Ja, en overal waar hij geweest is, komt strand. Ja. Heel veel strand, Mat. Ja, hij heeft ook een heel goed geheugen. Heren. Nou, dat lijkt me voor de LPF-kiezers niet echt een aanbeveling. Het is zelfs zo, als je hem één keer een kunstje hebt geflikt, onthoudt hij dat zijn hele leven. Oh, we gaan dreigen. Ja. Denk maar aan de Rolo-reclame, Maar als ik het zo hoor, is hij toch niet echt gelukkig gekozen, die mascotte, dat olifant. Ik zal je eerlijk zeggen, we hadden eerst ook een andere keuze gemaakt. Oh. Dit is eigenlijk de tweede keuze. We hadden eigenlijk eerst een kuiken. Oh. Had natuurlijk dat gedachtegoed van Pim, dat was een prachtig ei. Dat ei ging open en daar kwam een kuiken. Ja. Breekbaar en weerloos. En dat moest een kans gegeven worden. Ja, maar dat is niet doorgegaan? Nee, daar zijn we met z'n drieën op gaan zitten. Wat geen gezicht. Nee. Geen gezicht. Dus nou, maar, mooi, en ik heb altijd al iets met olifanten gehad. Olifant, iemand als Dombo is natuurlijk mijn idool. Dat vind ik allemaal schitterend. Hè? Want dat is eigenlijk voor mij de ideale combinatie van olifanten kijken en vliegtuigspotten. Ja. Nou, ik dank u voor de komst. Meneer Remkes, meneer Zalm en Mat Herbe. Dank u wel. Volgende week zijn we met de nieuwe Kopstijgers. Prettig weekend. Dag. Ja.
Laurentis, zo'n aanslag, is dat nou niet te voorkomen? Jawel hoor. Oh, hoe? Niet roken en goed poetsen. Ah.